Today, yeah, sometimes you want to have an upper in life. Upper life is means that you are standing in the truth, living. You want to know that a dog is a dog, a cat is a cat. Everyone likes to live like this, I think. Now I tell you how I live and what's the problem that I'm angry always. The anger problem is I have people around me and they are sitting in my house. The house is mine. And they stole it at the time of Coco. Yeah. They stole the house and then they are stealing my post. Because they need the house for. They need the house to get my post and my things. And it's not so nice by sitting alone and watching them, the whole Africa against stars on you. Okay. That's every day the fight. Every day the fight is everyone against one. It's me. And then they are fooling me. Means the guy next is fooling me that he's going down in the banker, something like the banker, taking a shower. Then he opens up the lake. There's the lake for the other things. Yeah, the lake, and then he goes down, and then he has a stair down, the stairs going down, and then he comes somewhere in the tunnels. In the tunnels of the world, you can come to another. You can go very quick to the city Willemstad. Yeah. And the other tunnels leaving you to Belgium, and the other tunnels leaving you to South Africa, you can say. So for him, he's sitting here and fooling me with this thing that he has. Okay. Because he's sitting daily in the daytime, he's making sure that I don't come there. Okay. Now then he's stealing something like post maybe or whatever. And he can sit somewhere in the house for me by stealing things. I want him to know that I know those things. He knows maybe that I know those things. Yeah, okay. And that's what he's fooling me daily with. So he better can sit down and say, I'm fooling you. That's better for us all. So it's easy. This is the house, and then in the back you have something like this. Something like an old carriage house. Something like a schuur, they call it. And then you have these things. This thing that you can open. You open it and then you go down on this ladder system. Yeah, then you can walk here. Then you can walk, and then you come here in the city Willemstad. There you are in Willemstad. So you go down the house. Yeah, and then you can down, and then you walk to the city. And now when he stands the hotel, now you walk in the hotel. And this is happening from the houses when I'm sitting here normally. That was only this thing and this thing, but this place where I'm sitting is none. And yeah, it's maybe one, but this is no, it's not here. Yeah, then you have to go to this one. But it's strange, a strange feeling. That's Negro. Okay, I'm sitting here, and the Negro want not me not to know. So you're living in a family or a thing. Yeah, a few people are in your house, and they are not telling you that they have a basement because. That's maybe a feeling that's not nice. Most of you people not gonna understand those things. Yeah, it's like I had one miller in the house, but he closed it down. He goes, this goes to the station in Roosendaal. Yeah, and then he closed this basement down. He put cement on it. There's another one on here in the back, cement on it. Otherwise, I go down. That's, you can say he's kidnapping me. Okay, that's better for the world to know what you are doing. So you can show camera 60, he's holding me here in camera 20, is holding me here. Camera 6 is holding me here. Camera 11 is holding me here. Camera 14 is holding me here. And they all have those basements. And that means that you are somewhere in a complex plane. Yeah. And that's everything what's struggling in my stomach. Maybe not the upper lift. Yeah, if I want to upper lift, I say in the verse from here, but in coin with mama, she denied to buy a bow and a piece of wood to give to boss. The civil ask. I just con the kinana to ask me in the army to meet up. I do a bow with the buy and a bow with the car and a civil conan. I don't see him now. He was under us, he didn't bear that. Go home, scone the goy, see me by. Autocast, you know. Nee, if I go to other house, I can knock and say, can I go down? And then I'm sitting. But
Yeah, I'm against. Okay, I hate those people a little bit, but they are family sometimes. But they are family, and you can hate them. Yeah, we know. They are between them and some love you. So the other ones are not family, but you can hate them, because they're stealing from you. Okay, so yeah, you can say, I like you, and but I hate that you're stealing from me. Okay. So yeah, and then she comes with a boyfriend from Belgium. And he likes to steal the big thing because he is prepared for the war here. I mean, oh, and he comes to war Tarzan because he wants to steal my. He stole my cards and he went to Belgium. And Belgium say, try to get more of those money for me. And then he comes here with my auntie and steal it. Yeah. So you are living with families who are stealing from you when you are me, Tarzan. And that's everything what the world has to know. I'm living among these. Who are some are my own families and some are not my families. Some are those things family from a woman. Now that's everything what's going on here, and they are sitting here in the daytime and in the night they're leaving because maybe this coyote or this gorilla will show up and maybe hurt them or this lion. Yeah. And then I'm sitting here alone in the night sometimes, or they are sleeping very quick and then they are going down and have the party in the hotel. The hotel I made is a hotel where we have normal Copacabana party and those things. Maybe they're not now. Yeah, you know, you're in the hotel, somebody's giving a show, like African dance or something. You can sit down, and I normally do business there for Hollywood. But now I don't go because why should I go? Why should I go do business with Hollywood with people who I'm not going to do business with? So I tell you what, I'm fucking you up with. I can say I can go fighting to go down, but I don't want to do business with you guys. I don't want you to come in my theater. I don't want to make a movie with you guys. I just want my old family crew back, maybe later that I make my home movies for you or for my own family. So I don't need them. And then I'm gonna start to get new actors from schools, from wherever they come. Yeah. Yeah, you can find them on the streets or whatever. That's how I fool them again because I don't like thieves. I have my policy, I don't work with thieves. I don't work with thieves at all. So they are all can say they are not working with Johnny Hollywood here. That's my back to not like them. I say, why should I like you? You stole a lot of Versace cards. You stole all my things and now I have to like you. I say no. It's punishment that I give back to them. He must. Nee, I'm a kibisu kwami, that's a kwami. Yeah, the neighbor. I know the city sees me on this. He come that shit. No, but some of me will say, cool. Now see, I like one thing about her. She's my aunt, but she's forgot it. She forgot it and now she wants to be some African thing. She's from Sweden or something and stole the name from us, the gorilla. And since she stole the gorilla, I want to you can tell your it's easy to tell your aunt, but the gorilla, I could ask you my horse, on top of the beat of my name, gorilla, claro. Thank you, you wish. On top of the pin, I mean, curva, but some of the wound in us, on top of the pin, I mean, curva, pin, a curva, the mica, but the kidney pin, curva, sinking. Yeah, at the sinking in the beam, the other day, and there is a local program in the midst of the kidney pin, and I walk it as you come, the sinking pin, some of the scone course, whatever scone course, but that is. Yes, for Thelma, and the one who came also, is also family. The Sumiko hating. Yeah, that's what they do. They don't know, but that's why you steal something from me. I'm your nephew. You're the nephew, but you do this. And then I'm sitting like this. I say, I hate you. And then the baby leaves. And then, but it's still not healed. So, those things don't happen. And that's what they do. I didn't call my mama all day the same, but she don't know that this is what I do with her also. This thing that she wants to call my mama way is what I do also because yeah, I say you steal it from me, you sit in my house, and then I call my mama also yes, but I don't need to call my mama no more because I'm a little bit farther than this. I don't need to say call my mama no more. I know the reason already. So that's everything what I was struggling. First I didn't know that she was family and that was the hate moment. I said, what the fuck are you? You are coming to kill me. You are coming to do this. You are coming to do this. Because that's very scary. Because you don't know what she is. And now I find out, oh, you this Andy. Yeah.
But I found out two times, and the first time I found out was at the time that I'm playing Sword, that she's coming to look after us. And the third time I found out is in Sylvester Stallone, when she started stealing, and then put us all dancing naked in the house and started stealing and said, nah, 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 nah. You know those endings. Sometimes the endings are not nice, sometimes they're nice. But when they're not nice, they are stealing from you. That's what you have to know. Because normally an aunt is not stealing from you, and then she tries to get up with you in the feeling. So now she's, okay, her head is now here. Her head is now today here now. The first one her head was in her stomach all day. I don't know why, but she does. I know why, but she don't know why. The head was so in the stomach because she wants to be something from Swahili or something. I sit around and I say, wow, I'm not Swahili. I see better can say she's the Niki Lauda name, sorry. So that's why her head was up in my stomach, and I'm sitting, I have a lot of stomach pain. I always pain in my stomach, so because her head is sitting real in my stomach. Because I can say sometimes she wants to act like she's an African or something. Walking like an African, acting like an African. That she really wants to take the broom and go sweep everything like this with a little sweeper. Yes, like you sweep in the garden with a little sweeper. That's what she wants to stand. Like the thing who don't want to learn African. Who wants to think that she's African? But we are from Chile and Switzerland and those things. And when she knows that she has to be a little bit European, then she's maybe normal. This one next to me is also thinking that he's also screwing himself up in the stomach somewhere, because he is holding a secret, of course. He's holding a secret that he has his basement and goes down. It's probably the Bible and the Bible. Secret, we call it. But it's a secret, because it's a secret. Want we zeggen dat zien dat die stomen te rennen te elkaar. Die zitten die man weer los. Dus elkaar nog de appelen. Ik heb met een tien familie en dus elkaar nog de appelen. De spinnen die Ochi is putting his whole body in this one. Ik zit daar met nog de appelen, pas om mijn tien dus kon die inkoos daar in drie bij zien dus kon die inkoos. Means he's passing me by and quiet and other things. Okay. So they are quiet the hotel, and they are quiet the way that you are going to Holland. And that's why I come here, and you have to know me. I come here, I say, oh, you're not gonna tell that you are going down? Okay, why not? Because I'm here, Mr. Movie Maker. I come here to Movie Maker and make some. Now I came here and I say I like to make maybe some video clips and those things for my music. I thought, okay, nice. And I don't like to work very quick with people, because I work not quick with people. I like your honesty, and then I go work with you. So I'm sitting here, I say, oh, are you going down? Why don't you tell me? And then I say, why you come in the hotel or somewhere you come, but why don't you tell me? Why don't you tell me? And then I say, oh, you don't want to play with me. Oh yeah, you stole it. I know that they're stealing. And then they don't want to work, and they don't want to talk. And I sit around. Sometimes I think you are coming in the hotel and you must be stealing sugar or something. You must be stealing coffee. You must be stealing tea. And those things, because those things are ordered in the hotel to have as stock. And then, in the hotel are the ones who come in here for 1 week and go to the hotel and sit in the pool and play. It's like those trailer camp people, Sigeuner, I call them. Yeah, Sigeuner, they always open and stuff. Yeah, and they are stealing, even my father's in the gang stealing everything, and everyone is stealing. That I don't know if, and then I'm gonna think, it's one thing that I sometimes don't know. You can say God is mad. I can wonder one more thing. God is mad, and God is maybe gonna punish you. Okay, God is gonna punish you so hard maybe that if you are continue doing this, even my father is not the one who's playing in the music no more. That's how God wants to punish him. So Mr. Big C, God wants to find another one, and that's what Mr. Big don't know, and that's what I know. Because it's easy. Okay.
This Mr. Big's secret in my stomach, isn't it? But God wants the stomach to be healing. God wants this head to become natural in me because he's family. So we don't have to put a limp or a boogle behind my een bochel in mijn huid, hoeft niet van God. God kan het naturaliseren. We go in that way. En als God dat wil naturaliseren, moet ik nou één ding zeggen tegen jou. Doe gewoon normaal, ik weet dat je stil bent. Ik weet wat je stil. Zeg maar gewoon tegen iedereen dat je stil is beter voor je. Want anders ben je geen Mr. Bates meer. En zo hard is het leven. God wil dat die bochel eruit gaat. Want ik vecht er tegen ook, ik weet het. En als, als ik het niet wist, was je dat nooit geweest hoor. Oké, zo erg is God. God heeft mij gezegd, dit is hem. Nu weet ik het. En nu probeert hij die bochel te vechten uit me. Het is een bochel die zit in je navelstreng daar helemaal gekrompen. Het is geen lekker gevoel. Het is een vies gevoel. Het is een gevoel van gekrompen zijn. Ja. Dus God zegt, nee, ik wil dat het ding leeft. Een mens leeft. Een mens moet leven. Dus, maar de mens zit gekrompen in mijn navelstreng. Omdat hij niet stil zijn. Het tasje gaat stouwen zo. Met de kruiden. Zo wil je leven. God geeft je niet zo lang. God zegt nee. Mr. Biggs, nee. Zijn vader, nee. Maar hij heeft een nieuwe vader aangekozen. Die komt uit Benson, vlak bij Zuidwesten. Dat is mijn nieuwe vader, zegt God. En die is Mr. Biggs niet. Maar die wordt Mr. Biggs binnen 10 minuten zo meteen. Hoe erg is het leven? En daarna gaat hij me in één keer laten zeggen, hij is te blank voor Mr. Biggs. Als je dat denkt, dan kan je nog een paar mensen van India noemen. Je kent die mensen toch, waar je soms van die nasiëren, zeg maar. Bahamia nasi. Dan gaat hij kijken welke de lekkerste nasi hebt en die stinkt. Zo God is lief. Dus Mr. Biggs is jouw kwetsen. Maar Mr. Biggs, God zit te kijken, welke nasi stinkt niet? Welke nasi stinkt niet? Welke nasi stinkt niet? Welke bami stinkt niet? En die wil hij maken naar mij. Zodat ik kan denken, wauw, ik kan weer bij Mr. Biggs zingen. Hallo. Want jij kliet en jij verliest. En dat is wat God mij zegt. Nou, net als koffieolamide wil hij ook weer beginnen. Ik heb thee, maar waarom wil je over koffieolamide beginnen? Ik heb toch thee? God is erger dan mij. God die houdt van leven. God zegt nee. Koffie, wat? Geen koffie, geen koffieolamide. Nou, ik heb net thee, maar ik heb thee, ik heb een beetje suiker. Ik denk, dat gaat toch goed. Het is een beetje nemen, maar het is niet de satisfactie nemen. Maar God wil leven zelfs vers. Dus, God die wil gewoon een hele gang maken dat niks heeft. En dan gaat hij zelfs over mijn tante beginnen. Hij zegt, wauw. Hij zegt, nou je tante is niet zo lelijk, zegt God. Dan moet ik daar een andere maken. Dat ook nog eens weer. Dus zij is mijn tante. Staat nou bijna helemaal chili. Lijkt op een koala weer. Kan kijken. Lijkt op een koala weer, hoeft alleen maar net als mijn, net als mijzelf, ik zeg oké, ik ben zelf neger geworden, terwijl je uit had kunnen weten dat ik een Chileen ben of dat ik iets van een blanke ben geweest, zeg maar, licht in India. Had ik allemaal kunnen, dus ik heb mezelf zitten negeren, van ik wist dat allemaal niet zo. Maar nou zegt God, dat die vrouw en die ene man, die Piet, leven nog steeds niks in. Die wil nog steeds een bochel maken in mijn rug. Daarom heb ik pijn aan mijn voeten. Denk ik, zeg, alles zo bang. Ik zeg, ze komt langs. Ik zeg, jij zit erin daar. Dat is jou. Ik heb geen pijn, maar jij bent die pijn. Maar hun begrijpen dat niet. Mensen begrijpen niet dat je voet verzwikt is. Verzwikt. Verzet. Oké. Oh ja, dat is. Dat. Nee, de ver wil dat ik. Jezelf wordt. Ja, dus verzwikt. Je weet woorden. Als je een beetje woorden kan verleden, ontleden, dan kom je erachter dat iemand zegt, de verre God zegt, ik wil jou zien, dus jouw ik wil ik eruit halen. Niet zoveel Mongolen in jou die niet willen zijn. Dus dat wil hij nog niet doen. Hij zegt, oké, ze is oud, ze is moe. Maar anders haalt hij gewoon in één keer een tante eruit en hij zit te zoeken. Zo gemeen ben ik niet. Ik zeg, ach, kom op, laat die wijf dat zijn. Met dat pietje, kan maar dat schelen. Ziet eruit als Beatrix. En dat is Beatrix, toch? Ja, dat is Beatrix ook. Het verhaal is niet zo super leuk verhaal misschien. Maar ze moet toch zeggen, oké, gestolen.
En dan zegt God, dan ben je dat geweest. Oké. Maar als je zegt tegen iedereen, ik wil stil zijn, ik zeg niks. Dus je kan beter je moeder zeggen dat zij er is. als je met haar wil meedoen in die game. Wat zij toen heeft gedaan, maar nu zeg maar wil normaal zijn. Dan kan je zeggen, oké, ik stop ermee, ik sta bij dat punt goed, ik heb mijn dingen gedaan, ik heb mijn nieuws. Bij Salom kan je ook al staan. bijna. Maar bij Salom staan ze ook bijna. Het zijn geen mooie verhalen, je kan er niks aan doen, maar je hebt gestolen van je neefje. En dan van je neefje, en dan krijg je dat. Als ik niks zeg, wil ik ook niks. Want ik kan geen koko-koko gaan zingen en net doen of het over andere zaken gaat. Maar ik kan niet koko-koko gaan zeggen van je hebt gestolen en daarom kom je bezig aan worden. Dat kan ik niet zeggen. Als ik jou dat niet vertel. Maar dan leef jij niet in. Jij leeft in een ding van ik heb niets gedaan. Maar je moet samen die... Ja, en nu is die tekst dat ik jullie allemaal wil killen met dat beest. Dat kan ook wel, maar dat is niet zo. Dat wil iemand anders wel maken. Maar God zegt tegen mij, weet je waarom ik die tekst vandaag veranderd heb? Nee, gisteren was die tekst dat ik, die tekst is nog steeds zo. Dat ik ben aangevallen door jullie hier. Net dat jullie cola willen spelen en al die enveloppen en al die post. En daarom zit ik in koppen dat jullie mijn huis hebben gestolen. En dat Patrick daar zijn cola wil spelen en Versace kleding heb gestolen. En dat jullie allemaal buiten lopen daarmee. Dat jullie allemaal alles hebben gedaan om mijn hele... stuk hier weg te nemen, want hier is de voorraad van iets. Heb je gezien. Mijn post komt hier binnen. Dat is die liedje. Maar als jij die liedje wil veranderen, die liedje is niet goed gespeeld hoor, in de tekst hoor. Die liedje kan je ook veranderen dat, Is een beetje raar. Als je wil kan je de gangsterverhaal horen. Dat is wat God vandaag wil zeggen. Dat jullie allemaal wel willen pakken en dat ik heel veel van die coyotes had en dat die allemaal jullie kilden en dat ik jullie alleen maar zo zat te wachten in de bosjes. Als ik die vraag wil ik helpen. Dat ik zo in de bosjes was en dat ik soms jullie en met die coyotes jullie kilden zo en dat ik dan weer verder loop zo. Dus zeg ik heb er nog 10 gepakken, maar ik heb er nog niet 100. Want ze zijn wel hotel aansteken dat ik jullie allemaal gekild heb zo. Als je dat wil, dan kan je dat van maken. Ja, die vraag. Maar dat betekent dat je nog 15 minuten wil blijven stelen van mij en nog blijven happen misschien. Dus. Maar ik weet niet zo lang. Snap je wat ik bedoel? Want God wil dat ik adem. God heeft een bochel in mijn rug gezien. Die ik daaruit moet. Deze bochel, ja, dat is zo. Dat is gewoon een vreugde die je niet kan maken. Nee, kijk, dit is een T-vreugde. Een vreugde op T is niet wat hij wil, dan gaat hij weer een bochel maken. Snap je wat ik bedoel? Het is gewoon, je krijgt een auto en je krijgt niet een pen aan de hand ofzo. Je hebt een auto besteld en je krijgt niet een pennetje met Toyota erop ofzo. En de buurman heeft jouw auto gestolen. Dat is wat jij wil doen. Man. Dus als je dat wilt, dan krijg je die verhaal ook gangster. Want hij huilt een beetje, maar hij is een gangster. Maar zometeen wil hij huilen dat hij jullie allemaal gekild heeft. Dan is hij toch gangster voor jou. Nu huilt hij om zijn huis. Maar zometeen huilt hij omdat hij jullie gekild heeft. En dat hij zegt van ja, als ik daarvoor de gevangenis moet, dan laat maar zitten. Ja. En God zegt, oké, jij wil die coyote pakken, dan lukt jou niet. God is nog gevaarlijker voor jou. Als jij die coyote wil pakken, zegt God, nee, je hebt zijn jas aangedaan, maar dat zingt hij toch. En toen jij zijn jas hebt aangedaan, heb ik zijn spirito gepakt, heb ik met al die insecten een coyote gemaakt. En hoe wil je die pakken? Dus jij moet gaan kijken wat jij wil nou. Jij moet gaan kijken of die nou die Fililuka moet, die van die Luka, ja. Of die moet gaan huilen. Voor jouw gangster daarboven die denkt van ik heb 2 tientjes in mijn zak en ik voel me helemaal government gangster. Kijk nou blijft die nummer, hij heeft zijn huis kwijt. Nee, die nummer wil God jou niet laten horen. God wil jou laten horen dat deze gangster alles heeft gekild hier zo. Maar dat wil de tweede tekst maken. Want deze tekst zijn allemaal woorden aan elkaar geplakt van Antilliaans en dertig. Als jij puur Antilliaans bent, hoor je die nummer gewoon. Maar ze pakken papamento, dat papamento gewoon nummer uit. Maar papamento ding. Papamento de San Paul, Manera is van aan elkaar gepakt. Oh ja, het is niet Manera. Kijk, in Manera daar, maar dit is. In Manera is in deze liedje. In Manera daar, Sayato. Oh ja, Coco, Mafumanang.
Fumanang was paeka yato makani mantra klokokoko mi kurpa makani mantra kokokokokola etera bariko. Nou, als je dat wil horen, dan heb ik jou gekild en je draaien bij krijgen gehaald en ik wil je ook laten denken. Als je dat wil horen, kan toch? Nou hoor je wat ik voor hoor ik aan elkaar plak in Antilliaans. Dan mag je even denken hoe die tekst eruit ziet zometeen. Dus ko, 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 mata. Ko, 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 komana, komana, mamata. Ko, 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 komana, komana, komamata. Maharika nam, anto, despema ninga. Mahariku nam, oh, 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 haha, asi musika. Mahariku nam, asi mariko. Anto, despema haya nam. Fuma, fuma, yo fuma, bueno. Fuma, bueno, esa puta fuma, pero bueno, me mataba, yo creo que te fuma, bueno, la verdad. Yo sé que van a tener gangster, pero sé que van a tener orbo, o tener más. Pero sé que no te verdad, no te insistí. Pero ¿por qué no te insistí? Para sin te coco, por tener que ver si que nada. Entonces, no tengo mi identidad, no tengo mi culpa, entonces, para mí, sin te coco, no tengo que te hago aquí, tengo coffee. Entonces, yo era a mí de gangster. No te lloro para casa más. Y tal matabos en el turbice pues en la autoridad. Yo sé si por barco o aquí, que te digo así. Si da un costo inicial, o sea, si vos jodes de americana, cuando tu cos, Dios que cambia, Dios así me va. A mí no sabe que voy a asegurar la fase de ira. No, yo no sé si se te joca 500 piet. A 500 piet heb je niet gegeten, en je hebt geen cola, je hebt geen dit, je hebt geen melk. Oh ja. Ik heb al een beest die kost net melk. Je hebt geen melk en je hond heeft net melk gekost. Ja. Ja, die hond heeft melk gekost. En ik zeg zo te kopen. Ik zeg gewoon een kotje melk. Ik zeg, die hond zegt dat is rijk kost. Dus ik geef hem een hond. Ik ga nu even een hond laten melken. Ja, die van jongen gaat met een stukje vlees. Er ging rond voor mij maken. Ja. Dus ik, maar in mijn buik zit gewoon een soort cool woede die jij maakt. Jij zit daar te lachen en je hebt alles, denk je. Maar het is gewoon, je mist heel veel als je niet wil leven. Je verstopt. Je hoeft niet te zeggen verstopt, we houden voor de gek, dat wil ik horen. En dan zegt God, dan ga je voor de gek houden. Ja. Maar ja, je moet gewoon zeggen, waarom voor de gek? En we zijn aan het stelen. Dan moet je zeggen, hey, again, dat hebben we de wereld. En dan hebben we wel zoiets van, oké, okay, we weten dat je stil. Dan ga je verstelen, verkrachten, al die dingen. En al die dingen doen, dan krijg je die gangster tekst van profielamide. En dan kan je zien waarom ik in de gevangenis zit. Ja, ik heb hier aan het gebeuren. En daarom ben ik aan de koffie gegaan. Als je die verhaal wil horen, die wil ik jou niet geven. Maar als je die wil, dan kan je die krijgen. Zo sta ik buiten te denken, ben ik nou de gangster of zo. Ja, het is zeker ben ik een gangster, want ik heb nu een paar spullen wel die jou kapot kunnen maken. Dan. Het gaat er wel naartoe, maar ik wil dat niet hebben hier. Ik wil niet hebben dat ik geen gangster ben geweest die jullie allemaal killen. Ik wil gewoon die verhalen hebben dat, dat ik cola heb gemaakt. Dat ik een andere cola aan het maken was, een soort raak of zo. En ik had die bottle van cola heb ik te veel gevuld met te veel suiker. En ik ga een soort karamelding maken. En dan wou ik iets gaan maken met koekjes. En toen wou ik die karamel maken. En toen heb ik die cola te veel suiker en ik heb laten staan. Toen kwam er die beest in. Toen heb ik hem daar gegooid. In de kliko. Dus ik gooi dat ding in de kliko. En op een gegeven moment komt die beest in de nacht. Die soort mieren eten of whatever God heeft gemaakt in de ring. En die komt ineens, en al die meisjes komen naar buiten, die kijken zo. Dat beest zit alles te bam, 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 die vuilniszakken. En het was een kliko aan misschien die tijd, ik weet niet wat het ding was. En zo heeft hij die suiker willen eten. En hij wou die suiker eten, en die meisje ging naar buiten, ik weet niet of het buurvrouw was. En ze stond, wou slaan met een stok, en toen pakte hij haar, tja, 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 tja. Oef, oef, helemaal kapot gemaakt. En maar schrammetjes. En toen is zij naar de wees gegaan, en toen kwam die Patrick van haar, en die denkt van haar. Die zeggen, we willen deze huis hebben, want dan gaan die beest schieten. En zo hebben ze die beest willen schieten. En toen kwamen deze mensen allemaal hier wonen.
En dat ze hier willen zitten tot die beest naar buiten komt dat ze willen schieten. En dat is de verhaal die je nu hoort. Maar als jij wil die verhaal horen dat ik jullie in de bosjes gekild heb en die coyote die loopt naast mij met dat ik met die jongen ben die met al die hyena's loopt en met muilkorf vooraf gehaald, dan hoor je ook in die verhaal als je dat wil. Maar dan praat ik heel veel woorden bij elkaar. Dat kan je ook horen zometeen. Dat ik een muilkorf heb gezet en dat die muilkorf vooraf haalt en zegt: ik woon daarachter en ik zeg nu mijn spullen terug en ik kill jullie allemaal. Er waren hier 100 mensen, als ze waren uitgeweest, kapot gegaan. Dat kan je krijgen. Dan ben ik een gangster. Dan kan ik hem zeggen zo. Dan kan ik zo'n microfoon vasthouden. Als je dat zin hebt. Dus je moet even denken wat je wil. Want jij bent degene hier die verstopt. Nou zit er een hele grote klomp in mijn buik. De klomp is dat ik zoveel gezichten in mijn buik zie. Die kan je allemaal weghalen. Door op te leven, niet te verstoppen en negeren waar je mee goed. Jullie zijn allemaal niggers en jullie volgen die blanke daar zo die de hotel stilt en hier. La, ja, die zit er ook in, want zij houden die klomp in de achterkast. Zij wil niet op het leven. Zij wil leven met een consumie gezicht. En dat heb ik geen zin in. En dat is zo'n dat is de burgemeester hier naast die dus opleveren of downleven. Ik weet niet of ik bij ouder zijn of jonger zijn. En dan zag ik ook de Mabeelkoebel. Met de Mabeelkoebel, ik denk, eetjes, ik niet al zien. Maar ik hoef daar een guy, ik heb een paar dingen, level haal, toen een level opbouw. Maar zomaar, ja, hees daar een koers, zo'n stapje, we zijn die woens, kom, die moet koers en ik ben hees. Ja, ook heb ik een keer in mijn opinie, ik heb een keer de Bibel zien, maar ik zie de Bibel zien, het juist daar. Dus dat kan, ik koos waar op die manier. Dat ik daarna heb toch. Dus een ethiek aan, ja. Hinde, normaal. Waar je ziet, die zo'n mens, grande. Zie ik die dios heel moeilijk. Dus, de easy kwam, je ziet dat waar we zijn, zien we. Als die maal en toen mijn jammer nooit iemand. Dus een. Ik keizer noemde ze die Jora, dus om de keizer te zien, daar woon op King Etrana, waar de Moskou naar bezit, en in Kazing aan, op zo'n straat, street party. Dat is bij een Beatrix Kujinko fans, dus bij hem, we zijn er naam, toen moesten ze in de kant gaan. Ja, en toen is ze, dat was een Caligula, hoor. Maar we nog bij hem, toen, en toen, nog langer we dus kiepen, is ze, hoe ze aan elkaar zei dan, als ze maar wakker zien, dan wakker ze. De predator die ons staat, en toen aan mogen jullie kunnen predator met zijn, als volgens kunnen maken. Maar niet een geik, dat is een leeuw, maar een aardeel. Nu weet ik twee jaar waar ik een leeuw, maar een leeuw. Dus een leeuw. En dat hoor je met de mass, one could nature, waar die bij zet aan de uur uit. Ja. Stel dat van, voor de bullshit. That's why I'm shooting in my reps. Ik wil het in nemen, dat is shooting a lot of things. I'm shooting a lot of things in my reps. Because you made this. And God don't want me to sit around and cry in the sun. He wants me to be the gangster. Coco Coco is a gangster, maybe. If you continue. But you can say, okay, it's not really who you say, not as you must. No, honestly, see here and I see and Coco Coco does that kind of. We see one to you in the market. I say, so. Okay. So now I have to go your envelope. Okay, mother. Die was nou. Ko, wie was dat nu? Ja, 5 minuten. Nou, voor buiten is nog steeds die. Ik weet niet, je hoeft niet meer sadness te nemen. Sadness is ook een ISIS die. En ook een ISIS die erdoor. We zijn keer aan hoe sadness met ons zal liggen. Ik zei dan voor zo'n tijdje in zo'n maand in de kaart zien, die ja, die was ook een beetje niet met ons zal liggen. Maar ik heb al een buiten naar dat die zien. En daar moet ik nog eens in mijn tas om die alle halen. Oké, zo'n man tas is goed in de kerst, dus ik ga die meer in zien. En dat is waarom hij is walking met de kerk. You guys, I hope you listen, for me is a good information that I never will play against you. Oké. Okay. So. Ja. Yeah. 35 minutes, I want to make this thing put it on YouTube. You can think, better talk about those things to have a little bit air in yourself.
Dus hij heeft erg veel delen.